Leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat als ik dat behandel bij mijn cursisten in de presentatietrainingen, dan zie ik de presentaties bijna allemaal significant beter worden. En het onderwerp is: hoe gebruik je PowerPoint op zo'n manier in je presentatie dat het je presentatie beter maakt? In plaats van, ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar oh, als ik kijk naar sommige presentaties, dan zuigt het werkelijk alle aandacht die ik heb weg. Bijvoorbeeld doordat er een enorme tsunami aan data op me afkomt. Hè, dat je denkt, oh, waar moet ik allemaal naar kijken? Of de presentator draait zich om naar het PowerPoint-scherm en begint op te lezen wat er staat. Nou ja, dat soort dingen dus. Nou, hoe voorkom je deze nou? Sterker nog, welke 5 dingen kun je doen om ervoor te zorgen dat je presentatie met PowerPoint boeiend wordt? Tip 1. Kijk, het is zeer verleidelijk als je PowerPoint gebruikt om zelf te kijken wat er ook alweer op PowerPoint staat. Hè? Dan raak je de draad niet kwijt en denk je zo, daar heb ik enige vorm van controle. Maar kijk wat er gebeurt als ik dat ga doen. En ik heb ook nog een klikker. En vervolgens ga ik gewoon oplezen wat er staat. Je ziet, het is wat ingewikkeld, hè, contact nu. Doe dat dus nooit. Dus wat wel te doen is de touch, turn, talk methode. Touch is, kijk even hiernaar. Turn en begin weer met praten. Tip 2. Tip 2 is, als je iets laat zien in PowerPoint, moet je er ook over praten. Wat je dus niet moet doen is dit. Want het is nu vrij ingewikkeld om nu naar mij te blijven kijken. Hè? Want voordat je het weet, ga je hier naar kijken. En ook als spreker ga je zelf hier naar kijken. Want ja, wat heb ik ook alweer allemaal opgeschreven? Niet doen. Nee. Dus wat wel te doen is, als je hier iets laat zien, moet je er direct over praten. Hè, dus hier staan alleen maar dingen waar je over gepraat hebt of nu over praat. Laten we eens gaan kijken naar Steve Jobs, hoe hij bij de introductie van de allereerste iPhone deze regel systematisch toepast. How are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. Zoals je ziet, Paul Steve Jobs deze techniek laten zien, is erover praten, systematisch toe. En dan gaan we nu naar tip 3. Tip 3 gaat over het gebruik van bullet points. En eerst maar eens even wat niet zo handig is om te doen, want dat is dit. Veel mensen hebben de neiging om alles wat ze gaan zeggen op hun sheet te zetten. En afgezien van het feit dat je dan net zo goed weg kunt gaan, laten we dat maar doen, wordt hierdoor je presentatie saai en ga je zeer waarschijnlijk zelf de tekst oplezen. En raak je de gehele aandacht van je publiek kwijt voordat je onderaan je eerste slide bent. Niet doen. Heel onhandig. Wat wel handig is om te gebruiken zijn bullet points. Want bullet points zorgen ervoor dat je de structuur van je verhaal in ieder geval vast kan houden. En als je het even niet meer weet, spiek je, touch, draai je om, turn en dan ga je weer door met praten. Hartstikke handig. Alleen ik zou er niet meer dan 6 gebruiken. Want als je daarna nog doorgaat, dan weet je eigenlijk niet wat je wil zeggen. En hebben bullet points ook geen zin meer. Tip 4. Tip 4 gaat over het gebruik van dit apparaat, de pointer. Dit is een essentieel apparaat als je wil gaan presenteren, want met dit apparaat kan je naar de volgende slide toe of naar de volgende beweging, terwijl je gewoon hier staat. Want anders ziet je presentatie er als volgt uit. Welkom, dames en heren. Mijn presentatie gaat over de olifant. De olifant heeft... Nou, dat is dus niet wat je wil. Hè? Dus pointer is essentieel. Of je gaat naar je computer toe en dan ziet je presentatie er zo uit. Ja. Welkom, dames en heren. We gaan het hebben over de olifant. De olifant heeft 4 poten. Is ook niet wat je wil. Dus tip 4, schaf zo'n apparaat aan. Ben je veel flexibeler in je presentatie en kun je je aandacht richten op je publiek. En dan gaan we naar tip 5, de laatste tip. En die gaat over het gebruik van data. tijdens je presentatie. Veel mensen denken dat als je veel data gebruikt, dat het heel effectief is. En dat mensen dat leuk vinden en dat ze dat dan beter snappen. Maar het tegenovergestelde is waar. Kijk, als je dat tegen elkaar zou uitzetten hier, dan zal je zien dat de effectiviteit dramatisch afneemt hoe meer data je gebruikt. Nu kun je de effectiviteit proberen te verbeteren daarna met schaduweffecten of 3D-effecten of tweede order, derde order dingen. Of nee, labels toevoegen, dat helpt. Ja, en dit ziet eruit als een gemiddelde marketing sheet die ik zie tijdens de presentatie. Oh, PowerPoint kan echt alle energie uit je weg zuigen. Oh. Maar hoe dan wel? Als je data wil gebruiken in je presentatie. Nou, als je grafieken en tabellen wil gebruiken, dan is er één sleutelwoord, dat is opbouwen. Het opbouwen van je grafieken en tabellen. Nou, hoe je dat moet doen, laten we maar weer eens even naar Steve Jobs kijken, want die doet het weer uitstekend. The problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a, business school 101 graph of the smart axis and the easy to use axis. Phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're, not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been. And super easy to use. This is what iPhone is. Okay? En zoals je ziet bij een grafiek ga je eerst de assen uitleggen wat het is. En dan langzaam ga je één voor één de elementen toevoegen. En zo kan je je punt maken. Dus de 5 tips van PowerPoint. Tip 1. Touch, turn, talk. Dat is tip 1. Tip 2. Als je hier iets laat zien, moet je er meteen over praten. Tip 3. Maximaal 6 bullets gebruiken. Tip 4, gebruik deze jongen, zodat je vrij bent. En tip 5, als je data gebruikt in grafieken en tabellen, bouw ze dan op. Wil je meer van dit soort presentatietips ontvangen? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. De volgende tip gaat over hoe je publiek overtuigt en beïnvloedt met behulp van framen. Daar maken heel veel politici gebruik van. Dankjewel voor het kijken en succes met je volgende presentatie.